Goedemorgen. Het is vandaag 14 mei, zeg ik. En het is 9:45. Het is 15 mei. Het is dinsdag 15 mei. Ik heb de laatste dagen echt problemen. Hallo? Hi. Problemen met de datum. Ook echt om die aan te passen in de intro. I'm so sorry. Deze week was echt super chaotisch en super druk. Ik heb meer gewerkt dan goed voor me is. En ook allemaal hele lange dagen gemaakt. En dan... ja, wilde ik gewoon toch die vlog online hebben. En dat is dan wel gelukt. Maar dan hè, vergeet je net de kleine dingen. En ja, dat probleem gaat zich vandaag nog iets meer opstapelen. Want ik moet vandaag vloggen voor morgen. Dit moet morgen al online. Dus als je dit kijkt, dit was letterlijk gisteren. En ik heb geen video voor vandaag. Dat wilde ik vannacht nog doen. Maar toen was mijn iPhone-telefoon... camera leeg. Dus vandaar. Nou ja, dus dat is het eerste wat ik nu ga doen. Tenminste, niet helemaal. Ik ga heel eventjes een beetje fruit naar binnen werken. Ik ga je hier even neerzetten. En ik kijk ondertussen de vlog van Nienke Plas, terwijl ik ook wat make-up op mijn gezicht doe. Die ga ik ook even laten zien op Nienke Plas. Ik ga ervan uit dat jullie Nienke Plas allemaal al kijken. En als je dat niet doet, moet je dat heel snel doen, want die vrouw heeft humor. Die vrouw is geweldig. Liefde. Oké. Ik heb dus ook nog iets. Misschien weet iemand of het ooit nog goed komt. Dit is een mango. Een eetrijpe mango van de Jumbo. Die niet zo eetrijp was als dat Jumbo beweerde. Dus ik heb er een stukje uitgehaald. En toen kwam ik erachter dat het een keiharde pelle van ellende was. Ik heb hem in een zakje gestopt. Weer in de koelkast gelegd. Maar dit komt niet meer goed, hè. Dus. Het voordeel is, als jullie me nu gewoon tips geven. Dus morgen. Dus dan ligt hij er nog. Maar ik denk dat het niet meer goed komt. Mijn getallen vriendje heeft wel een nieuwe bramen gekocht. Dus ik ben een very happy person. Vanmiddag hebben we met mama afgesproken. Dan gaan we lekker samen lunchen. En vanavond is mijn schoonmoeder jarig. En dan gaan we voor haar eten. Al weet ik nog niet helemaal of ik daar überhaupt iets ga vloggen. Ik zal eens even met Jarno overleggen hoe hij daarover denkt. Of ik dan alleen het eten vlog. Of dat hij zegt, nou ja, ik weet niet zo goed wat mijn familie ervan vindt. Laten we het gewoon even lekker niet doen. En dit is waarom ik zo ontzettend hou van Chromecast. 1, 2, 3, even het geluid uit. Dan doe je dit. En dan, oh, wordt afgespeeld op een huiskamer. En dan ga je naar je huiskamer. Tam, 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 tam. Oké, dit duurt even. Maar dan komt hij echt ineens. Je hoeft je tv niet eens aan te zetten. Bam! That is the good life. Ik ben een poging aan het doen om deze video op te nemen voor vandaag. Want ik had gevraagd of jullie dit willen zien. Ik kan hier simpelweg geen video van maken, want het is één grote flop. Op zich is dit wel best wel duidelijk wat je moet doen. Maar het is gewoon onmogelijk. Ik heb het nu bij 3 verschillende geprobeerd. En dit is de laatste waar ik het heb geprobeerd. En toen dacht ik, oké, nu denk ik dat ik het snap. En deze sloop ik gewoon. Zie je dat? Dit is echt... niet te doen. Koop alsjeblieft gewoon een lantaarn, want dit kan echt niet. Ik weet nog niet zeker of dat zo is, maar ik heb even toch deze erbij gepakt. Dat je iets beter kan zien hoe en wat. De zon schijnt echt precies op het bureau, dus soms is de belichting een beetje jammer. Sorry daarvoor. Oké, even kijken hoor. Ik vind het nog lang niet zo makkelijk. Maar zoals het er staat, we gaan dus de schuine lijnen die je hier ziet... ik weet even niet, willen ze dan dat je hem zo legt of zo? Daar gaan we dan maar eventjes later achter komen. En ik kan niet zeggen dat ik het er per se mooi uit vind zien. Voor de bloed, zweet en tranen die het me nu al heeft gekost.
En je ziet het ook bijna niet meer, want ik heb deze dus zeg maar al gedaan. Maar zie je hoe gekreukt het wordt? En die lijnen die worden echt, komen er best wel lelijk in te staan. Want dit is toch een onmogelijke hoek om te maken. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit makkelijk doe? Ik ben echt lichtelijk gefrustreerd. Gewoon. Dat het gewoon niet lukt. Maar, Jarno is thuis. En hij heeft een broodje gekocht. Wat heeft hij gekocht? Pijnburg. Ovenwegse ontbijtkoek. Per 12 stuks verpakt. Maar ik ga zo met mijn moeder lunchen. Dus ik moet nu eigenlijk niet te veel eten. Al heb ik alleen mijn bramen op. Dus ik moet wel wat eten. Deze video gaat dus niet lukken. Dat is gewoon ronduit kut. Ik ben echt... Wat een vreselijke rotlantaarn. Koop alsjeblieft gewoon een lantaarn van 6 euro bij de Action. En ga het nooit proberen zelf te maken. Ik heb trouwens deze outfit aan. Ik ben echt mega gekreukt. Dat is echt niet normaal. Ik hoop dat dat er in de loop van de dag nog uitgaat. Ik heb dus niet eens een strijkbout. Dus ik zou niet eens kunnen strijken. Omdat ik ook eigenlijk niks heb wat moet gestreken worden. Wat gestreken moet worden. Maar dit dus wel. En jammer dan. Ik heb verder gewoon een zwart hemdje aan. Ik heb mijn haar alweer een keer gewassen. Dus het is er echt alweer wat meer uit. But it's still pretty. Ik had net eventjes een serieuze mental breakdown. Nou, ga ik ook even niet omheen draaien. Dat heb ik misschien ook wel gemerkt. Maar Jarno zei, het gaat helemaal, wat is er nou? En toen brak ik gewoon even. Gewoon omdat er echt helemaal niks ernstig aan de hand is. Maar dan zit ik gewoon even niet lekker. Want dan baal ik van die video. Gisteravond baal ik al van het feit dat ik de video niet op kan nemen die ik wil opnemen. Omdat de batterij leeg is. Vervolgens wil ik hem nu opnemen, lukt het niet. Moet ik iets nieuws bedenken wat helemaal geen probleem is. Want uiteindelijk lukt dat dan ook wel weer. Maar dan heb ik gewoon geen tijd. Ik heb gewoon geen tijd. Ik kom heel veel tijd tekort. En ik heb nu weekend maar één dag. Want ik heb dus zeg maar dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag gewerkt. Heb ik nu maandag ook nog, hè? Nou, in ieder geval. Ik heb gewerkt, dan heb ik één dag vrij. En dan moet ik weer 4 dagen werken. Dus mijn weekend is 1 dag in plaats van 2. En natuurlijk ben ik zondag weer vrij. Dus ik heb nu een werkweek van 4 dagen, wat super relaxed is. Alleen, ik kom gewoon tijd kort. Ik zei tegen Jarno, ik zeg... Ik vind het zo moeilijk om dan te zeggen van... Nee, ik kan dit niet of ik kan dat niet. Of als jij dan vraagt van wil jij vandaag dit en dit en dit doen. Vind ik het moeilijk om tegen jou te zeggen schat dat gaat niet. Want ik moet nog een video opnemen en 2 video's editen. Omdat ik dan gewoon bang ben dat jij denkt ja. Ja, dat je het niet zo serieus neemt als ik. En ik neem het echt heel serieus. Want dit is wat ik wil. Dit is waar voor mij mijn toekomst zit. Als je mij vraagt wat is jouw toekomst, dan zeg ik YouTube. Ik wil daar echt voor gaan. Maar ja, andere mensen denken, jij met je bijna 6000 abonnees, doe niet zo alsof het al heel groot is, weet je wel. Daar ben ik dan bang voor. Terwijl, dat is nooit iemand die tegen mij gezegd heeft van, ah joh, doe normaal, stel er niks voor. Dus het is allemaal in mijn eigen hoofd. Ik maak dit allemaal groter en groter en dat bouwt zich gewoon op en op. En dan zit hij met die schouder en dan moet ik nog meer huishouden doen. En als het huis niet netjes is, dan... Ik heb geen rust in mijn hoofd, dus dan heb ik het ook moeilijk met video's opnemen of editen. Omdat ik dan alleen maar denk, ja maar de vaat nog moet nog, de was moet nog, de wc moet schoon, er is geen toiletpapier meer, ik moet boodschappen doen. En dat heeft zich een beetje opgebouwd de laatste 2 weken. Omdat ik zoveel overuren maak, doordat het heel druk is. En ik wil niet zeuren, want overuren horen erbij in de horeca. Maar weet je, nou ik hoop dat je een beetje snapt dat het gewoon een beetje veel was allemaal de laatste tijd. En dan baal ik dat hetgene wat ik echt wil en wat ik echt leuk vind eronder leidt. Dus, mental breakdown. Ik heb alles er even uitgejankt. Ik voel me weer helemaal rood tot de boter. Ik ben weer helemaal blij met een fantastische vent die altijd achter me staat. En nu ga ik naar mijn liefste mama. Dan gaan we even samen wat eten bij de bagels en beans. En daarna ga ik 2 video's opnemen in het centrum. 1, de 25 euro outfit voor donderdag. En 2, mijn schoonmoeder is dus jarig. En ik zei tegen Jarno, ja, wat moet ik aan? Wat voor restaurant gaan wij? Dus doe maar gewoon een leuk jurkje. En toen dacht ik, nou, perfecte excuus om een leuk jurkje te kopen. En tegelijkertijd een pashokje shoplog op te nemen. Dus ik ga lekker naar H&M, de Zara.
Misschien ook wel naar die Jacqueline de Jong waar ik laatst was. Dat vond ik ook echt leuk. En dan ga ik even een mooie outfit uitzoeken voor vanavond. En ik heb afgesproken met Jarno en mezelf dat we een planning maken aan het begin van de week. Misschien we zouden eigenlijk zo'n bord moeten hebben waar je dat opschrijft. Want ik ben dus heel slecht in de agenda bijhouden. Een planning van oké, wanneer welke video, dat ik ook wanneer welke dagen vloggen, dat die ook vaststaan. En ja, dat er stress in mijn hoofd wat minder wordt en dat ik wat meer kan genieten en wat ik leuk vind. In plaats van het gevoel hebben dat je altijd achter de feiten aanrent, wat basically nu zo is. Ik ben ook gewoon asociaal lui met de auto, want ik moet kattengrind kopen, want de kattenbak moet schoon. En wat gebeurt hier allemaal? Oh my god. Even kijken. Oh ja, nu zijn ze precies aan het oplossen. Maar er stond zeg maar een auto op zo'n manier dat die vrachtwagen niet kon doorrijden. Oh, deze moet ook nog naar achter. Dit is ook een wagen hoor. Even. Als ik hiermee moest rijden. Degene die hiermee moet rijden, die vindt het volgens mij ook allemaal veel te eng. Hij staat nu weer midden op het kruispunt stil. Want hierachter zit dus nog zo'n... Ja, je kan wel toeteren kerel, maar je kan zelf niet rijden denk. Oh nee, dat was gemeen, sorry. Maar ik zou het ook niet kunnen, maar het is ook wel heftig hoor. Ik ben lekker met mama bij Bagel & Beans. Je ziet er gelijk slim uit met zo'n bril hoor. Want weet ik niet wat erop zit. Dan wordt de verrassing wel heel groot. En ik heb al lekker een wortel sinaasappel besteld. Maar nu dacht ik ga lekker yoghurtje nemen. Maar wat is groenpoeder? Nee, ik ga voor die noodgeval. En we zitten hier gewoon echt aan de gracht. Aan de Veenendaalse gracht. Nou, dat kunnen we het niet eens noemen. Oh. Maar het is wel leuk. Het is een noodgeval. Mijn drinken is even groot als mijn eten. En mama heeft een goatee. Een goatee. Geitenkaas, noten, shit. Een beetje. Ja, hij ziet er ook... Helemaal niks gezonds op. Helemaal niks gezonds. Ondertussen loop ik in het centrum. Super gezellig met mijn mama. We kunnen uren kletsen, maar ik heb gelijk mijn beslissing ook echt goed in aarde gegeven. Ik zei, ik moet gaan. Ik moet nog een video opnemen. Ik moet eigenlijk nog twee video's opnemen. Ik moet nog twee 25 euro outfits terugbrengen. Dus ik ben nog druk. En ik heb een 25 euro outfit gescoord bij de Scapino dit keer. En nu loop ik even in de Big Bazaar om nog te kijken naar een wasmand voor op de slaapkamer. Oké, ik zit weer in de auto, maar ik heb echt weer een baalmoment, want Jarno heeft zich vergist in de tijd. En eigenlijk zou ik pas over een uur weg moeten en nu moeten we zeg maar nu weg en komen we dan al te laat. Dus dan kan ik de video niet meer doen. Maar ik ga er even niet mee zitten. Ik ga het even loslaten. We gaan planningen maken, we gaan het aanpakken, we gaan het beter maken. We gaan mezelf meer tijd geven voor YouTube. En dat is nog even niet vandaag. En dat begint morgen. En ik heb super leuke dingen gekocht bij de H&M. Nou ja, die shoplog staat dan nu hoop ik online. En anders weet ik het niet. Jawel, hij staat online. Ik ga gewoon morgen twee video's doen in plaats van één. En dan lopen we weer recht. En dan snappen jullie ook gelijk hoe het komt. Net zo handig. Maar ik denk dat ik een van die outfitjes al wel vast aantrek vanavond. Want die vind ik echt heel leuk. En... ik heb het zo warm en bezweet dat ik het wel lekker vind om even snel op te frissen en iets anders aan te trekken. Te laat zijn we nu toch al. Nee ja, het staat ons netjes. Maar ik voel me niet schuldig, want ik wist niet hoe laat we erheen moesten. Dus het is niet mijn fout. Oh. En we staan. Hoppa. Wij zitten bij... het pomphuis. Het pomphuis in Ede. Ik heb nu ook niet iets van een menu wat ik kan laten zien. Maar we zijn wel een half uur te vroeg, want we waren toch... Nee, we zijn nog geen half uur. Nee, oké, omdat we nog hebben... We hadden een groot probleem onderweg, maar de tijd klopte toch niet. Maar we zitten hier wel heel cute in een soort van... hofje. Een heel groen, gezellig hofje. En de rest is er nog niet, dus... Het ziet er best wel een beetje chic uit, moet ik zeggen. Wij zijn ondertussen weer thuis en we hebben even lekker samen gedoucht. Maar ja, ik heb nu toch weer even... Dit kan trouwens ook echt niet... Het is te zomers of zo. Maar ik moet me nu toch even weer een beetje aankleden. Ondanks dat ik mijn pyjamabroek aan heb. Om nog een intro en een outro op te nemen. Aangezien ik nog steeds met die video zit natuurlijk. Dus dat ga ik eventjes doen snel. Dan ga ik hem even editen. En dan, ja, dan moet deze vlog ook nog. Want die moet ook morgen online. Dus het wordt nog wel een latertje denk ik. Auw. Ik zit echt mezelf te pijnigen. Maar het is nu 11 uur, dus ik denk
intro en outro heb ik op zich zo opgenomen. Dan om 1 uur in bed. Dat gaan we proberen te regelen. Mijn krul is er bijna uit. Ik denk dat het echt door het warme weer komt. Dat het daar gewoon echt zo lijzig van wordt. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga even iets anders aantrekken, want dit vind ik toch niet zo leuk. Ik dacht dat ik dit in mijn herinnering een heel leuk hemdje vond. Maar vind ik dat ook wel. Maar is het misschien met pyjama broek gewoon niet de goede match. Ik ga echt van zomer naar winter, maar het maakt even niet uit. Ik heb het intro opgenomen en ik duik achter mijn laptop. Dat betekent ook dat ik bij deze vaste vlog af ga sluiten, aangezien ik deze vlog ook ga editen. Dus dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken en dan zie ik je graag weer bij de volgende video.